Dag, welkom bij Topnames. Stekelijk zat te kijken wanneer we ook weer begonnen waren. Dat is 1 juni, is 3 jaar geleden dat we begonnen zijn. Hey. Dus het is logisch dat we ook weer wat gasten gaan terugvragen hoe het nu met ze gaat. Daan van Peerby, ik had gekeken, jij was eind 2012 was je bij ons te gast. Om te vertellen over Peerby. En ook al weten wij wat het is, is toch altijd de beste vraag om nog even bij jou te beginnen en te vertellen wat het volgens jou is, Peerby. Ja. Peerby is een website en een app. Op dit moment alleen voor iPhone. De app. De website doet het overal. Waarmee je spullen kan lenen voor mensen in de buurt, van mensen in de buurt. En dat werkt tegenwoordig in Nederlandse steden al zo goed dat het vaak ook nog binnen 30 minuten is dat je al een antwoord hebt. En je zegt lenen, je zegt niet verhuren. Nee, het komt eigenlijk bijna niet voor dat mensen er geld voor vragen. We zeggen niet dat het niet mag, maar we zien gewoon dat niet zoveel gebeurt. En het is duidelijk niet bedoeld voor commerciële verhuurders. Dus het is echt voor mensen, gewoon buren onderling, die gewoon elkaar een handje helpen. Ja. Hey, de kop boven het verhaal dat we destijds in 2012 publiceerden was: we dromen van een overstap naar Amerika. Ben je nog steeds aan het dromen of ben je al zover? Nou, we hebben al de eerste kleine communities nu in New York en in San Francisco. En ik zie eigenlijk steeds vaker op onze webstatistieken, dan heb je zo'n kaartje van de wereld, zie ik steeds vaker allerlei plaatsjes oplichten waarvan ik niet eens wist dat ze bestonden in de VS. Maar de eerste spullen worden geleend al. Dan in New York, vooral in Brooklyn is een wijk. Big in Brooklyn? Ja, big in Brooklyn. Maar vind ik wel interessant, gaat dat dan vanzelf? Want jullie zijn natuurlijk in Nederland begonnen. Hoe komt dat dan tot stand, in Brooklyn dingen ziet ontstaan? Voor het grootste gedeelte wel. Ik heb nog heel even overwogen een tijdje terug. Een tijdje terug ontdekten wij zijn eigenlijk de enige ter wereld die het echt voor elkaar krijgen om een werkende leenwebsite in elkaar te zetten. Er zijn allerlei mensen die het proberen, maar het komt niet echt van de grond. En toen dacht ik meteen, nou dan moeten we in heel de wereld lanceren. Toen dacht ik ook, we gaan meteen in New York lanceren. Een grote kaart van Manhattan aan de muur gehangen in het kantoor. Maar vervolgens realiseerde ik me van ja, het is nog maar een website. We moeten eerst maar zorgen dat het in Nederland gewoon heel goed werkt. Met alle respect wat je nu zegt, wij zijn de enigen die dat voor elkaar krijgen. Zo ingewikkeld is het nou toch ook weer niet? Nou ja, dat zou je denken. Dat vinden jullie toch ook helemaal niet? Nou, je moet je wel voorstellen dat volgens mij las ik laatst ergens een bericht dat 70% van de innovatie komt voort uit sociale innovatie. Dus wat wij doen is technisch gezien misschien niet zo complex, maar voordat wij het menselijk gedrag zeg maar zo konden kanaliseren via de website, dat mensen ook daadwerkelijk wat van elkaar gingen lenen, dat heeft best wel even geduurd. Maar dat is concreet. Wat heb je geleerd? Wat doe je dan? Wat heb je geleerd? Nou, het simpelste manier om het uit te leggen is dat we beginnen vanuit de vraag en niet bij het aanbod. Dus eigenlijk alle sites die ik zie, die proberen mensen iets te laten lenen, die lijken te denken dat een hele actieve behoefte is, spullen uitlenen. Dus die vragen dan aan hun leden, maak eens lijsten met alles wat je hebt. Maar mensen hebben daar helemaal geen zin in. Gemiddeld voeren die één ding in en denken ze, waar ben ik mee bezig? Ja. Waar doe ik het voor? Wij beginnen vanuit de vraag en daarmee maken we gebruik eigenlijk van een ander menselijk principe. Niet de behoefte om uit te lenen, maar dat mensen het gewoon leuk vinden om een buurman een handje ergens mee te helpen. En dan gaat het dus wel werken. Nou, dat veroorzaakt ook nog allerlei andere dynamieken in zo'n marktplaats. Het lost de kip-ei-problemen op. Het zorgt ervoor dat wij veel kleinere hoeveelheden leden nodig hebben om te laten werken. En dat de vragers en aanbieders makkelijk van rol kunnen wisselen. Dus dat het een homogeen netwerk wordt. Er zijn allerlei netwerkeffecten die daardoor gaan spelen. En daardoor gaat het dan werken. Het netwerkeffect wat we beter onder controle hebben, gecombineerd met dat het psychologisch gewoon beter werkt. Ja, wat mij ook intrigeerde, wat je aan het begin zei, dat het in heel goed gaat in Nederland, Amsterdam. En dat je zei dat vaak zelfs binnen een half uur dit soort dingen geregeld worden. Ja. Is dat vaak? Is dat altijd? Is dat de helft van de gevallen? Want ik vind dat op zich wel vrij opmerkelijk. Ja, de exacte statistiek is dat we dat 80% van de oproepen gemiddeld binnen een half uur beantwoord wordt. 80% van de oproepen? Ja, en dat is dus, de ene keer is het langer, maar de andere keer kan het ook veel korter zijn. Dus we zien best vaak dat je gewoon een schroevendraaier hebt binnen 5 minuten.
Maar het verschilt per product. Dus als je iets heel exotisch vraagt, dan is het veel moeilijker voor ons om de persoon te gaan vinden die het heeft. Ja, wat, dan wanneer je een koffer vraagt. Ja, wat kun je daarvoor zeggen over de percentages? Nodig, ben je in je Dexter-fase? Nee, maar binnenkort met Michiel Buitelaar naar België. Okay. Dat zal ik even proberen. Maar goed, jij hebt je kan nog ook een hamer vragen. Een hamer in Durgendam. Nee, dat gaat niet. Goed, hij is even bezig nu. Ja. Want hij heeft een kettingzaag nodig. Maar kun jij, als je dit soort snelheden haalt, dan heb je veel mensen nodig in je directe omgeving. Ja. In de meest succesvolle gebieden. Hoe hoog schat je de PeerBee-penetratie? Volgens mij zitten wij nu in Amsterdam rond de 6.000 mensen ongeveer. Maar het aardige is dat weer door hoe wij die marktplaats hebben opgezet, de vraag en aanbod bij elkaar brengen, dat het eigenlijk vanaf 100 mensen al heel goed begint te werken. Mits dat gebied waar die 100 mensen op zitten klein genoeg is. Dus dat... Ja, we hebben niet eens zo heel veel mensen nodig om het te laten werken. Alleen hoe bijzonderder datgene wat je zoekt is, hoe groter dat, hoe meer leden we nodig hebben. Mm-hmm. Dat is eigenlijk gewoon een soort van statistiek. We moeten gewoon, hoe groot is de kans dat jij een bananenpak hebt en hoe groot is de kans dat jij een boormachine in de aanbieding hebt? Nou, die statistieken zijn gewoon anders. Ja. Hey, Marco Dex zegt, je hebt gelijk, PeerBee is een van de weinige sites waar het ook echt werkt. Ja, nu heeft hij kennelijk alleen behoefte aan een businessmodel. Maar nu nog een businessmodel. Ja. Ja, Twitter heeft toch ook geen businessmodel. Ja. Nee, we hebben wel een businessmodel in petto. Wat wij dit jaar willen gaan introduceren is de mogelijkheid, dus niet de verplichting, maar de mogelijkheid voor mensen om een garantie te nemen. Dus als ze iets lenen, dan kunnen ze ervoor kiezen dat ze voor, zeg een euro per dag bij goedkopere voorwerpen, dat er een dekking is tegen schade of tegen verlies. Zodat je ook je garandeert de relatie met je buurman, zou je kunnen zeggen. Mm-hmm. Want we zien best wel dat mensen cameralenzen van €1.500 meekrijgen, of beamers of mountainbikes. En dan zou het vervelend zijn. Het gaat eigenlijk altijd goed, maar als er een keer iets misgaat, is het natuurlijk niet fijn als je opeens €1.500 voor een lens moet gaan afrekenen. Nee. Dus dat is een van de business. Wat is de belangrijkste les die jij in de afgelopen 2 jaar geleerd hebt? Met name over, niet zozeer over een start-up en over business, et cetera, maar over de deeleconomie. Over de deeleconomie. Mijn belangrijkste les, denk ik, is dat het idee van de homo economicus, de mens is een wezen dat gedreven wordt door ratio en financiële drijfveren, dat nou op zijn best totaal onvolledig is. Dat er, sterker nog, dat het misschien wel gewoon eigenlijk helemaal niet waar is. Dat volgens mij, als je kijkt naar wat mensen die PeerBee gebruiken drijft, maar eigenlijk volgens mij veel meer, eigenlijk wat heel universeel menselijk is, is volgens mij dat mensen op zoek zijn naar verbondenheid. Dat ze zich competent willen voelen en dat ze autonoom willen zijn. En volgens mij is dat belangrijker dan die financiële drijfveer. Sterker nog, volgens mij haal je heel veel plezier uit bepaalde interacties als je daar geld aan toe gaat voegen. Hm. Kan je even tussendoor zeggen dat een hamer in ieder geval geregeld is voor je in Durgendam? Ja, maar daar had ik niet om gevraagd. Oké. Okay. misschien heeft... PeerBee is wel aan het rondvragen bij mijn buren nu, voor die kettingzaag. Okay, in Durgendam? Ja, in de buurt, Noord ergens. Dat is gewoon Noord in het algemeen is dat. En Marco Dexen vertelt dat de ladder op zaterdagavond in Amsterdam, in Arnhem, 20 minuten is. Dus in Arnhem werkt de ladder werkt er erg goed. Ja. Hey, dat heb je geleerd. Als ik kijk naar bij jou op de site, hè, er staan een aantal partnernamen. Je bent ooit, was een van de eerste partijen die in Nederland met Rockstart hier merkte. Die naam staat er niet bij. Techstars wel, dat is iets wat je vorig jaar volgens mij gedaan hebt. Als even een paar van die partners van je doornemen. Mm-hmm. Techstars is wat men tegenwoordig een accelerator noemt. Ja. Uit 1300 inschrijvingen werd jij uitverkoren, of jullie uitverkoren, om daar mee te doen. Wat hield dat in en wat heeft het PeerBee gebracht? Wat het inhoudt is dat je, net als bij Rockstart eigenlijk, alleen op wat nog meer internationale schaal, dat je steun krijgt van mentoren. Dus je wordt in een lokaal ecosysteem
in één keer verbonden, zeg maar. Dus we hebben nu allerlei investeerders en slimme ondernemers en allerlei contacten in zowel in Londen als in de Verenigde Staten. Daar hoort bij een investering. Dus we hebben bij elkaar geloof ik $120,000 gekregen van Techstars om het bedrijf verder mee op te bouwen. Daar hoort bij kantoorruimte. Dus wij zijn tegenwoordig gevestigd in Amsterdam en in Clerkenwell, Londen. Oké. Kom je nog vaak? Ik kom er af en toe. Ik kom er niet zo heel vaak. Ik heb er een bureautje staan. Even kijken. Ja, dus geld, mentoren en voor de rest ook steun. En natuurlijk dat stempel. Techstars, dat is wel iets wat is een soort stamp of approval, zeg maar. Als je daar mee hebt gedaan, dan weten investeerders al van tevoren, denken ze al, nou, dat zal dan wel wat zijn. Die zijn toch uit 1300 bedrijven geselecteerd. Ja, dus zo weet het wel. Ja, ja. En investeerders is waar je naar op zoek bent? We zijn nu net begonnen met ophalen van nieuwe ronde, ja. Ja, ja. Ophalen van een nieuwe ronde, dat is een mooi begrip. ja. Hoe gaat het in zijn werk? Nou, het begint met heel veel koffie drinken. Bij fondsen op bezoek gaan. Of het begint eigenlijk met op de een of andere manier introducties krijgen of mensen ontmoeten. De ene keer is dat omdat ik pitch op een event. En dan kom ik iemand tegen die zegt, we hebben een fonds en wij vinden dit wel leuk. Andere keer worden we voorgesteld via Techstars bijvoorbeeld. Dan ga ik koffie drinken en dan doe je voor het eerste keer je verhaal. En dan zijn er een soort van rondes waar je doorheen gaat. Dan word je uitgenodigd voor een volgende keer. En dan zit er nog weer iemand bij, een partner van zo'n fonds, die het verhaal wil horen. En dan zeggen ze, nou, we vinden het wel leuk, stuur nog eens wat meer informatie, stuur eens wat getallen. En dan als de getallen ze aanstaan, dan op een gegeven moment is er een soort van laatste verdict, laatste oordeel. Dan word je uitgenodigd om voor alle partners van zo'n fonds te presenteren. En dan gaan ze daarna met z'n allen besluiten of ze denken dat ze 10 keer... Kom maar even op met die getallen. Dat vind ik eigenlijk wel interessant. Ik kom maar op met die getallen. Hij heeft nog wat geld liggen wat hij hier kan stoppen. Maar alleen vandaag, toch? Eerst de kettingzaag. en dan kijken wat de bitcoin waard is. Nee, maar ja. wat zijn dan de key getallen die jij deelt met dat soort? Wat ik bijvoorbeeld vertel is dat het aantal keren dat er iets gedeeld wordt, wij noemen dat maar transacties, omdat we geen beter woord kunnen vinden, dat met 5% groeit per week. Dat we in verschillende steden actief zijn, we vertellen over die responstijd. We vertellen dat de engagement hoog is. Dus dat mensen, als ze die berichtjes, die oproepjes die we uitsturen, die worden bijvoorbeeld via de mail, worden die door 50% van de mensen ook bekeken. En als je kijkt naar de normale open rate, zoals dat heet, van mail, dan is dat nou, als je het behoorlijk goed doet, is dat vaak 30 of zo. Ja. Dus 50. Dus je ziet, die indicatoren zijn allemaal goed. Dan gaat het, neem ik aan, als je bij zo'n fonds zit, heel snel over het verdienmodel. Voor sommigen wel, voor sommigen niet. En dat is wel aardig. Er zijn, ik denk dat dit soort deelmodellen, dat moet gewoon een hele grote schaal bereiken om ervoor te zorgen dat het überhaupt financieel interessant gaat worden voor een investeerder. En er zijn, ik denk dat het best wel Europees en Nederlands denken is om dan te zeggen, ja, je moet meteen een verdienmodel hebben en je moet meteen geld gaan verdienen. Want ja, als wij als we dat nu gaan aanzetten, weet je wel, dan kunnen we ons echt de komende jaren nog niet van bedruipen. Als Facebook in jaar 1 advertenties was gaan serveren, ja, dan hadden ze waarschijnlijk ook $1,000 per jaar verdiend. Dus het zit, de potentie zit wel in eerst groeien volgens mij. En daarna dat verdienmodel neerzetten. En sommige investeerders die geloven, als je maar iets biedt waar mensen op zitten te wachten, wat mensen bezighoudt, wat ze willen, dan is daar uiteindelijk altijd wel geld mee te verdienen. En er zijn investeerders die zeggen, ik wil nu het bewijs zien. En voor die tijd hoeft het voor mij niet. Even een vraag van Twitter van Harmen. Die zegt nu, Snapcar, die hierna bij ons in de uitzending zitten, zo succesvol blijkt te zijn met hun crowdfunding campagne. Zouden jullie dit ook aandurven? Aandurven, want dat is wel een goede vraag ook. Want zo vraagt hij het ook. Ja, daar zit het, zit precies. Ik zou het wel graag willen, ja. Want ik vind dat het heel erg past bij de deeleconomie om te crowdfunden. En dus tegelijkertijd vind ik het ook wel spannend. Dus het is heel leuk om te zien wat Snapcar nou aan het doen is.
En voor ons ook zeker een voorbeeld waar we, wat we misschien wel dan willen volgen. Ja. Hey, en Herm van der Beek, die zegt de product placement lijkt me ook een mooi verdienmodel voor jullie. Het valt mij ook een beetje tegen dat ik nog geen steel advertenties nu heb gekregen. Voor ja, als er iets kun je hem kopen bedoel je? Ja, van iemand, ik heb nog steeds niks. Dus ja, dan denk je nou, dan koop ik er toch maar een, weet je. Ik bedoel, of van gereedschap verhuur of weet ik wat. Kijken jullie naar dat soort modellen? Daar denken we wel over na. Op dit moment vinden we het wel belangrijk dat het peer-to-peer is. Dus dat het, dat het gewoon mensen met elkaar zijn, particulieren met elkaar. En ja, hier geldt ook weer. Dat wordt pas voor ons interessant op het moment dat we echt hele grote aantallen hebben. Dus dat de enige reden om dat te overwegen zou zijn, omdat het een extra dienst is voor jou, omdat het voor jou handiger is. Ja. Dus daar, ja, dat is een van de dingen op het lijstje. We kunnen hele lijsten maken met waar we allemaal geld aan zouden kunnen verdienen, maar we proberen dat wel altijd te staven aan ook bepaalde sociale en duurzame doelen die we hebben. Dus als we nou de verkoop van onduurzame goederen zouden moeten gaan promoten om geld te verdienen, dan zou ik eerst op zoek gaan naar iets anders. Nee. Hey, we zijn ook 2 jaar verder met de zogenoemde deeleconomie. Als je kijkt naar die afgelopen 2 jaar sinds je hier voor het eerst was, is dat gegroeid? Zijn mensen dit massaal? Gaan mensen dit massaal doen? Ja, of is het voor een beperkte groep? Nou ja, als je kijkt naar de onderzoeken die in Amsterdam gedaan zijn, maar die ook internationaal gedaan zijn, dan komt eruit dat zeker 50% van de mensen bereid is om zijn spullen te delen. En dus dat is wereldwijd een gigantische doelgroep, volgens mij. En je ziet ook dat er nog maar een deel van die mensen het ook echt doet. En wat je ook ziet, is dat initiatieven die al vroeg begonnen zijn, zoals Airbnb, maar ook BlaBlaCar bijvoorbeeld, dat die inmiddels miljoenen en miljoenen leden hebben. In Europa zijn alleen al via BlaBlaCar 10 miljoen ritten gedeeld. Ja, ik kreeg vandaag een mailtje van iemand van die zag dat we dit vanavond deden. En ik had er nog nooit van gehoord, moet ik eerlijk zeggen. Nee, ze komen uit Frankrijk en dat is wel aardig. In Frankrijk is een, dat wist ik helemaal niet tot voor kort, maar is echt een deeleconomie land waar het al veel langer eigenlijk bezig was. Dus ik denk toen Snapcar lanceerde. En zonder vervelend te willen doen over Snapcar. Toen hadden ze in Parijs 7 autodeeldiensten al in de lucht. Dus daar is. Maar die Franse bedrijven die zijn, en die spreken alleen maar Frans. En dat duurt heel lang voordat ze in Frankrijk uitkomen. Dat is ook weer het geluk voor andere bedrijven. Ik moet je trouwens complimenten geven via Twitter van Boris Veldhuizen van Zalto. Die net een account heeft aangemaakt. En binnen 3 minuten een ladder had geregeld. In 3 minuten runnen, nou, kijk. 3 minuten. Ja. Ja. Ja, de kettingzaag is toch. Jij bent gewoon een fokker, weet je. Dat gaat natuurlijk met een kettingzaag. Dat is makkelijk. Ik heb een ladder. Ja, maar je hebt geen kettingzaag nodig. Wel, ik heb een dode kersenboom in mijn tuin. Die wil ik al heel lang omzagen. En dan denk ik van ja, ik kan wel een kettingzaag gaan kopen. Maar het zijn best dure dingen. Ja, oké. Okay. Ja. Nee, serieus. Kijk, je gelooft me niet, hè? Niet helemaal. Kijk, meestal is het vrij snel, maar soms is ook juist net die buurman met de kettingzaag pas iemand die morgenochtend zijn mail checkt. Ja. Dus ja. Nou, goed, ik hou het in de gaten. Ja. Ja. Even kijken. Hey, en de eerste keren dat we spraken, en dat ging ook, daar komen we straks over te spreken, over auto's. Dat mensen van origine zo gehecht lijken aan bezit. Ja. Veranderde dat of is dat eigenlijk nooit zo geweest? En maakt zeg maar de eenvoud van communicatie en de eenvoud van mensen bij elkaar brengen, dat we er nu anders mee omgaan? Ja, nou volgens mij is dat wel zo geweest, ja. Of is dat... Is dat minder een unie... Ja, wij spreken bij PRB over universele menselijke principes. Dus we zijn op zoek naar wat geldt nou voor ieder mens. En wat zijn nou culturele verschillen en kan veranderen. En volgens mij is dat hechten aan bezit... is nou typisch iets wat niet per se universeel menselijk is. Maar wat een tijd lang misschien meer een cultuur is geweest. En nu wat minder een cultuur wordt. Want ik heb zelf ooit een leaseauto gehad. En vond het ook heel belangrijk dat dat een goed uitziende, toch niet te goedkope auto was. Want dat was dan een soort verlengstuk van mezelf. En ik was ook gehecht aan die auto. Ik merk aan mezelf dat ik auto's minder belangrijk vind. Dat ik gewoon van A naar B wil. En waarin ik dat doe, dat maakt me niet zoveel meer uit. En ik zie het ook niet meer als een statussymbool. Dus die verandering die ik bij mezelf waarneem, die is volgens mij ook in de maatschappij steeds meer aan het gebeuren. Hey, wat kunnen we nog meer allemaal aan elkaar uitlenen wat we nu nog niet doen?
Poeh, ja, het is eindeloos. Kijk, waar wij het liefst naartoe willen, is dat je uiteindelijk alles wat je kan delen, dat gedeeld wordt. Dus alles wat een overcapaciteit heeft, alles wat je niet... Hè, je zou kunnen zeggen, een iPad heeft per dag 24 gebruiksuren. Dus 's nachts zou je hem, als je dat logistiek makkelijk kon regelen... Iemand in de nachtdienst mee kunnen geven. Precies. Dus eigenlijk is, wij hebben als ambitie gezegd, wij willen dat iedereen altijd direct toegang heeft tot de spullen die hij nodig heeft via Peerbee. Dat is een soort van groot overkoepelend doel. En dat dat ook zo makkelijk wordt dat je dus eigenlijk er niet meer, ja, alleen nog maar bij hele speciale dingen aan denkt om het te kopen. Dat je voor de rest gewoon op je telefoon zegt, ik heb nu dit nodig. En dan komt een drone, komt het je brengen. Of een zelfrijdende auto. Of je haalt het direct op bij je buurman. Maar dat we echt dat zo goed voor elkaar hebben. Dat je het eigenlijk altijd spullen tot je beschikking hebt. Maar het niet met je mee hoeft te zeulen. Eén vraag nog anders van Niels Roymans. Zijn vraag aan jou is, wat was de grootste uitdaging om hier te komen? En hoe hebben jullie die overwonnen? Wauw, dat vind ik altijd zulke moeilijke vragen. Dan kun je eens uit al die duizend dingen die er gebeurd zijn dan eentje kiezen. De uitdagingen zijn iedere keer weer anders. En als ik zou moeten zeggen, wat is nu je uitdaging? Dan is bijvoorbeeld een hele grote uitdaging, is hoe gaan we dit nou wereldwijd doen? Zonder dat wij in ieder land Peerbee teams hoeven te gaan betalen om dit op te zetten. Want dan, we hebben niet eens een businessmodel. Dus laat staan dat we geld hebben om... Overcapaciteit aan geld. Ja, precies. Dus dat is nu de uitdaging. Maar dat is niet de uitdaging die we hadden toen we lanceerden. Toen was het, hoe krijgen we de eerste 100 mensen? En dan is het, hoe krijg je de eerste 1000? En dan, nou ja. Dat wisselt telkens. Nou, dan nog een allerlaatste vraag. Want ik geef jou toch nog even de kans om je kettingzaag binnen te halen. Marco Derksen zegt, kan je iets zeggen over het profiel van deelnemers? Zijn er grote verschillen in de regio, leeftijd, et cetera? Het grappige is dat per product lijkt er een soort doelgroep te zijn. Dus we hebben bijvoorbeeld de boormachine genomen, omdat dat is het meest gevraagd voor. We hebben gekeken, wat is nou de boormachine doelgroep? En het blijkt dat de mensen die de boormachine lenen, zijn vaak stelletjes die net gaan samenwonen. En de mensen die de boormachine uitlenen zijn vaak 55 plus. En hebben vaak juist heel veel gereedschap al verzameld, maar hebben het niet echt meer nodig, want dat huis is al redelijk klaar. Dus het is bijna een soort van, wordt bijna doorgegeven, zou je kunnen zeggen, aan de volgende generatie. Nou, wat grappig. Ja. Maar bij Beamers zijn het dan weer heel veel ZZP'ers die dan even presentatie gaan geven. Dus er is niet één verhaal. Dus zeg maar per product verschilt. Ja. Oké. Nou, heel veel dank voor deze update. Een jaar later. Ik zal morgen melden of de kettingzaag... Ja, als je in ieder geval misschien nog één nieuwsbrief eruit zou willen doen morgen. Voor die kettingzaag. Heel ontzettend bedankt dat je hier was. En we spreken elkaar over een tijdje. Horen we of Amerika... Laat in ieder geval weten als die nieuwe ronde financiering gelukt is. Dat is goed. Ja. Want dat is natuurlijk een spannend moment voor jou. Want die 10, 11 mensen die bij je rondlopen, die moeten ook gewoon elke maand betaald worden. Ja. En ik kom daarna graag weer een keertje terug om hier te spreken. Okay. Jullie bedankt voor het kijken. We gaan zo direct, als je live kijkt, verder praten we over Snapcar. Ook weer zo'n mooie dienst waar ik een prachtige Volvo... Welk type? Dat weet ik helemaal niet, man. Maar een hele oude, 35 jaar oud. Iets met een V zit er altijd in. Zo'n lekker rechthoekige... Ja, heel rechthoekig, ja. Ik heb helemaal geen verstand van auto's, maar ik weet wel dat die oud was. En in Engeland keken ze op een gegeven moment niet. Maar dat was onderdeel van de experience. Okay. Ja. Dus als je live kijkt, blijf kijken. Kijk je on demand, dan weet je dat je die uitzending ook terug kunt kijken. We hebben, als je geïnteresseerd bent in dit onderwerp, de deeleconomie... Nou, ik schat er wel een stuk of 10 uitzendingen hieraan gewijd. Dus duik in onze archieven. Blijf kijken of blijf plunderen. Dankjewel. Dag.